hard genoeg praat, volgens mij praat ik wel gewoon hard. Wat is hard? Nee, gewoon, je kan me horen, denk ik. Ga ik vanuit dat je me kunnen horen. Het is verlekkende zon. Het is goed voor mijn lichaam. Mensen van, ja, ik wel. Hebben we dat meer nodig? Ik wil het graag hebben over eigenwaarde en zelfliefde. Ja, wat ik voor mezelf, mijn eigen ervaring, wat ik heb meegemaakt met de mensen die in mijn scenario spelen in dit leven. Ik merk sinds ik meer met mezelf bezig ben en mijn goede kanten, maar ook mijn schaduwkanten, mijn goede kanten en mijn zwakke punten aanpak en daar tijd en energie in steek en echt aan mezelf bezig ben van innerlijk op zielsniveau, dat mensen meer een soort van veranderen, ik weet niet of het veranderen is, maar dat je hun ware aard ziet, wie ze zijn en dat je eigenlijk, waar het op neerkomt, is dat jij, ik geloof mezelf, ik ben de enige die al bij mij zal blijven en ik ben de enige waar ik verantwoordelijkheid aan heb af te leggen aan mezelf en niemand anders. Want ik ben ik en ik ben het belangrijkste in mijn hoofdrol waar ik nu in zit. En kijk, heel veel empathen, ook een label, hebben het gevoel dat ze iedereen moeten redden en helpen en ondersteunen. En vergeten zichzelf, cijferen zichzelf weg. Wat totaal niet goed is. Maar zelfliefde is een vorm van respect, maar ook gewoon dat je tijd voor jezelf maakt. En dat je er niet schuldig bij voelt. En dat je niet denkt van, oh, ik moet er voor de ander zijn. Want eigenlijk, ben je bepaald het einde van de dag, ben jij de enige die voor jezelf er moet zijn. En niet voor een ander, leuk dat een ander er is. Maar eigenlijk zijn familie, vrienden, al die andere dingen, zijn gewoon allemaal afleidingsmanoeuvres, bijzaken, wat je er maar bij doet. Als je extra tijd hebt. Want ik merk zelf dat ik niet echt tijd heb voor andere mensen. Want ik heb gewoon heel veel aandacht voor mezelf nodig. En mijn dingetjes wat ik doe en wat ik fijn vind en aan mezelf werk en lezen en schoonmaken komt ook nog bij. En zolang ik mijn butler nog niet heb. Maar fijn, we manifesten dat gewoon. Maar ik bedoel me te zeggen van, men is eigenlijk zichzelf vergeten in dit hele proces. En ik ben me een soort aan het herontdekken weer. Als een phoenix die reist uit de as, ben ik weer bezig met gewoon mezelf. En dat klinkt misschien heel egoïstisch, mensen zullen van alles over zeggen. Ik weet nog dat mijn moeder zei, ze kunnen beter over je lullen dan van je vreten. En dat klopt ook. Maar mensen zeggen sowieso dingen over andere mensen, omdat mensen zelf nog geen leven hebben. Je kan eigenlijk niet over een ander praten, als je aan jezelf werkt, heb je daar geen tijd voor. En heel veel mensen zijn veel te veel gefocust op hun buitenwereld, een ander, in plaats van zichzelf. Focus op jezelf. Mijn motto is ook, focus meer op mezelf. Wat ik belangrijk vind en daarmee behaal ik mijn doelen. Want eigenlijk zijn mensen alleen maar excuses aan het bedenken van, oh, ik ga dat ding, dat. Social media ook hetzelfde, dat ze heel veel op een ander focussen en hun energie daar weggeven. En ik ben echt nu een beetje kritisch, kun je naar achter, geen telefoon niet meer, dan ben dit niet. Ik neem het lezen serieus, ik probeer aan mijn doelen te werken, hoe ga ik dat bereiken, stap voor stap voor stap. En het klinkt misschien heel apart, omdat men dat niet gewend is, wat ik nu zeg, misschien wel. Maar gezondheid is ook een stukje zelfliefde. Gezonde voeding, ruilvoeding, sporten, tijd voor jezelf nemen, sporten. Vroeger is het verleden, is niet meer. In ieder geval was ik echt wel stevig. Nu ben ik echt super slank. Kan altijd nog slanker. Of gezonder. Ik ben altijd van, kan altijd nog gezonder. Maar vroeger sportte ik niet. En het heeft te maken met zelfhaat. Want als je niet voor jezelf zorgt en jezelf niet aardig vindt, niet leuk vindt, dan ga je jezelf, ja, doe je zulke dingen jezelf aan. Omdat je misschien ook dingetjes, het is weer meer privé. Mensen doen vaak dingen omdat ze niet gelukkig zijn. Of ze niet weten hoe ze aan moeten werken. Maar juist om een uurtje te sporten en aan jezelf de tijd te gunnen om een uurtje te sporten. Of yoga te doen, te mediteren of een rondje te lopen in de buurt. Of aan jezelf te werken of naar de kapper gaan. Hè, of een klein dingetje kunnen zijn. Herleeft de ziel weer en dan kan je weer, ja, weer tegenaan. Of ik zeg maar even naar een evenement of andere dingen. Of even een rondje met de hond wandelen is ook al een soort van, ja, zelfliefde. En ik merk dat heel veel mensen
in mijn omgeving, ook over, ik ga geen naam noemen, dat mensen een stukje zelfliefde niet hebben geleerd. En sommige mensen hebben, nou, heel veel zelfliefde is, want ego is niet echt zelfliefde. Het is meer een beschermingsmechanisme. Maar op school werd ook niet geleerd zelfliefde. Want wat is eigenlijk nou zelfliefde? Zelfliefde is dat je echt gewoon denkt, ik maak tijd voor mezelf. Een uurtje tot 2 uur. En ik ga doen wat ik fijn vind. En ik ga me daar niet over schuldig over voelen. Heel veel mensen voelen zich schuldig over dingen. Terwijl ze eigenlijk gewoon, ja, prioriteit moeten stellen. Wat is belangrijk? Ga ik GTS te kijken of ga ik ze te sporten? Weet je? Keuzes maken is zo belangrijk. Ga ik sparen voor dit? Of ga ik het allemaal uitgeven van onzin dingen? Zeg maar bijvoorbeeld. Ga ik voor de gezonde voeding? Of neem ik een iPhone waar ik eigenlijk mijn tijd aan verspil? Je moet echt prioriteiten gaan stellen wat belangrijk is. En mensen zijn eigenlijk gewoon een soort van afgeleid, gecreëerd op school. Dat ze denken dat het andere belangrijk is dan hun. Terwijl je zelf uiteindelijk het belangrijkste bent in jouw hele verhaal. Natuurlijk mag je aan een ander denken, maar denk ook aan jezelf. Dit is mijn wijze boodschap voor vandaag. En ik hoop iedereen er iets mee doet. Een stukje zelfliefde. Ik gun iedereen een stukje zelfliefde. Ook zelfrespect. Maar het begint allemaal bij jouzelf. Have a nice day.